regering heeft als onderdeel van de acties tegen de uitbraak van het COVID-19-virus een lockdown in het weekeinde ingevoerd. Het is de bedoeling dat het Korps Politie Suriname de controle in deze periode opvoert. De lockdown is van belang om het aantal besmettingen een halt toe te roepen. De Communicatiedienst Suriname heeft de werkzaamheden voor u gadegeslagen. Het sluiten van de bruggen is daadwerkelijk een van de handhavingsmaatregelen, welke dus door de politie zijn getroffen en daarnaast nog vele andere. De evaluatie van deze activiteiten geschiet daadwerkelijk. Morgenochtend is er weer eens een evaluatiemoment. En aan de hand van de evaluatie, of het resultaat uit de evaluaties, worden de handhavingsmaatregelen aangepast. Is de bevolking gehoorzaam volgens u? Ik zou daarover geen ja of nee willen zeggen. Ik mag opmerken dat een vergelijking met het aantal overtreders van woensdag met het aantal overtreders van vanavond bijvoorbeeld, is dat wij op woensdagavond 11 overtreders hadden. En tot op dit moment hebben we 3. Nou, ik heb vandaag de GPK en de gewestelijke politiecommandant regio Oost gehad. Ik heb hun regels gegeven, handvest als het ware. Want hoe je keert en draait, de burgervader moet ervoor waken dat in het district recht en wet wordt gehandhaafd. We hebben dan duidelijk uiteengezet, wij samen hebben dan toen traject uitgezet dat we vanavond hier moeten zijn. En u ziet het, ik ben hun komen ondersteunen. Het moet niet zo zijn dat de burgervader geen gehoor geeft. Hij als verantwoordelijke moet er ook hier kunnen staan en zien wat het reilen en zeilen betreft. De rol van de politie is eentje van handhaving. En de politie is daadwerkelijk bezig met de handhaving op dus de maatregelen die er getroffen zijn. Als je geen toestemming hebt van NCCR of van het COVID-team, dan ga je hier moeten blijven hele avond. Ik meen dat er wel burgers zijn die zich willen houden aan de maatregelen. Maar er zijn ook wel burgers of een andere groep uit die bevolking, die neemt het dus niet zo nauw. Als ik zeg dat de burgerij ongehoorzaam is, dan doe ik een deel van die burgerij tekort eigenlijk. Ik oordeel ze onterecht. Concreet, er is dus wel een groep die zich houdt aan de regels. Mijn complimenten aan die groep. Maar er is dan weer een andere groep die het waarschijnlijk prettig vindt dat de politie continu bezig is. Maar dat doen we ook wel graag, want dat is ons werk. Het is het factor mens die dat ding overbrengt. Het is niet de ziekte die zelf komt, het is de factor de mens. Zodat mensen van links naar rechts of van Paramaribo naar Komuene gaan. En dat is niet goed. Er is een totaal lockdown en men moet zich houden aan de COVID-regels. Als men heeft gezegd tot 8 uur, kunnen we misschien kwart over 8 zo misschien door de vinger kijken. Maar desondanks moeten we die mensen gaan voeden nu. Tijdens de surveillance hebben wij gezorgd, de politieleiding heeft ervoor gezorgd dat elke pro voorzien is van wat we noemen de hand sanitizers, mondkapjes. Dat zijn de basisdingen. En zoveel mogelijk het reinigen van handen, dat zijn echt de basisdingen waar wij dus op letten. Een andere zaak waar we rekening mee houden is... Het vervoeren van arrestanten is niet altijd even makkelijk. Maar ook daar moeten we rekening houden met wat wij dus noemen het veiligheidsaspect. Wij moeten dan steeds opvoedkundig bezig zijn. U ziet dat de mensen die nemen niet zo nauw. En vanwege die maatregelen, dan gaan ze zelf voelen nu om te zeggen van nee, ik blijf liever thuis. Want
Als je het meeneemt, als je over straat bent, je gaat thuis, je hebt andere gezinsleden. Die zullen dan oplopen. En wat gebeurt op den duur? Een maatschappelijk probleem. En dat te voorkomen, hebben we dan gezegd, maatregelen gaan we handhaven. Hou je aan de regel. Dat is het enige wat ik dus nog kan toevoegen. Hou je aan de regel. Houden we ons niet aan de regel. De regels zijn wij degene die dus het virus verspreiden. Dus concreet tegen elke burger, elke kijker, elke luisteraar. Hou je aan de regel. Zo voorkomen we dat het virus zich verspreidt.